Ja, naar aanleiding van mijn vlog, het eerste vlog van 2022 over dit album De Goudmaker van Robert Dus en Kwabbenhout, kreeg ik een vraag en die vond ik wel heel erg leuk. Een vraag van John de Visser. Omdat je Robbedoes kenner bent, zou ik je iets willen vragen. Kwabbenhout was altijd een kop groter dan Robbedoes, maar in dit album zijn ze even groot. Is het album De Goudmaker het album waarin Kwabbenhout letterlijk een stukje kleiner is gemaakt? Of gebeurde dit al eerder in de reeks? Nou, John, ik vind dat een hele goede vraag. En ja, ik had natuurlijk gewoon wel een commentronde kunnen zetten en op die manier de vraag kunnen beantwoorden. Maar ik vind het veel leuker om daar een vlog over te maken. Vooral omdat ik daarmee een mooi excuus heb om weer eens, niet dat ik dat nodig heb, hè, maar om weer eens even in wat oudere albums te duiken. Want daar ben ik toch al mee bezig. Dus ja, het leek me leuk om heel eventjes in die geschiedenis te duiken van dat lengteverschil tussen Robbedoes en Kwabbenhout. Hoe, ja, is er een duidelijk punt aan te wijzen van joh, vanaf dit moment zie je echt een verschil in één keer verdwijnen en zijn ze even groot. Daar gaan we even naar kijken. Maar heel even een klein stukje achtergrond. Dan gaan we even terug naar 1943. Want dat is het jaar waarin scenarist Jean Doisy Kwabbenhout bedacht. En hem als metgezel toevoegde aan Robbedoes. Getekend door Joseph Guillain. Met die gekke naam ik weet nog steeds niet goed hoe je dat precies uitspreekt. Ja, je denkt misschien van, goh, wat gek. Want Robbedoes is toch al ouder. En dat klopt, Robbedoes werd bedacht door Rob Velter in 1938. En op dat moment kreeg hij alleen de eekhoorn Spip als metgezel. En beleefde hij zijn eigen avonturen. En pas later inderdaad kwam Kwabbenhout erbij. Toen op een gegeven moment nam Franquin de figuur over. Nou ja, en toen werd het natuurlijk een enorme wereld. Waar we nog steeds zo ontzettend van genieten. Maar het is eigenlijk klein begonnen. En ik zeg al, in 1943 is Kwabbenhout erbij gegaan. Nou, laten we even duiken in het oudste verhaal wat ik in mijn collectie heb. Nou, ik heb hier een stapel Robbedoes albums liggen. Natuurlijk even de allereerste die ik heb. Maar we gaan even beginnen met deze. Radar de Robot, het tweede deel van de buitenreeks. Nou ja, op de cover, die ziet er al vrij moderner uit. Maar als we hem even openslaan, en dan gaat het me vooral even. Ik heb gewoon even een paar pagina's bedacht waarin je even die verschillen goed kan zien. En hier zie je vooral even heel duidelijk het lengteverschil tussen Piet Kwabbenhout en Robbedoes. Ja, dat wist je misschien even niet, maar Kwabbenhout heeft officieel een voornaam. Robbedoes niet. Heel bijzonder, maar ja, Robbedoes heet gewoon Robbedoes, maar Kwabbenhout heet officieel Piet Kwabbenhout. En je ziet dat Kwabbenhout destijds echt zo'n hele lange slungel was. Nou, dat zie je nog meer ook hier weer in. Even kijken. Kijk, hier zie je dat ook al een klein beetje weer. Vooral die eerste verhalen, daar zie je dat heel mooi in. En ik heb nog wat meer voorbeeldjes hoor. Dit is even het tweede Robbedoes album. Er is een tovenaar in Rommelgem. Nou ja, hier heb je ook weer zo'n voorbeeld. Van, je ziet gewoon duidelijk, Kwabbenhout is echt wel, ja, ruim een kop groter dan Robbedoes. Maar goed, we gaan even door de albums heen. En het volgende, nee, niet deze. Ik heb ze niet helemaal op volgorde liggen. Oh, nou valt die dicht, leuk. Vierde album, De Erfgenamen. Nou ja, ook hier heb je weer hele mooie voorbeelden waarin je dat lengteverschil zo goed ziet. En dat maakt het zo leuk. Ja, ik heb van alles hier liggen, jongens, dus ik gooi het een beetje door elkaar. Deze had ik erbij, want hier zit een heel... deze pagina zocht ik eventjes. Robbedoes en Kwabbenhout zijn undercover in een circus. En je ziet weer het verschil om de Marsupilami terug te krijgen. En ze voeren een show op. Maar het gaat vooral even dat je hier ook weer heel duidelijk kan zien dat Kwabbenhout is echt mager en lang. Lange dunne benen, lange dunne armen, lang dun lijf. En ja, goed. Weet je, als we zo door de albums heen lopen. Ik heb echt gewoon even wat albums uitgekozen. En dat zijn allemaal even uit de beginperiode. We zitten hier bij album nummer 6. Ja, en ook hier zie je het weer heel duidelijk. En tot op heden
is het nog vrij consequent dat, dat Franquin ook die lengteverschillen houdt. Dus je ziet nog steeds weinig echt veranderen eraan. Nou, dan gaan we naar deze. Dit is een van mijn favoriete Robin Hood verhalen. De dictator en de paddenstoel. Kijk, op de cover, daar zijn ze eigenlijk wel een beetje gelijk. En dat heb je bij meerdere albums. En je ziet eigenlijk dat het verschil al wel een klein beetje minder aan het worden is. Heel langzaam zie je wel dat Kwammenoot ietsje korter wordt. Heel subtiel. Kijk, een enkele tekening. Kijk, zoals hier lijkt het alsof ze even groot zijn. Maar goed, dat zijn enkele tekeningen. Maar hier is die nog wel wat langer. Maar ik heb het idee dat heel langzaam. Even kijken, we gaan naar deze. Het Schuilhof van Zeeman ook weer zo. Ja, weet je, al die Franquin boeken. Die zijn gewoon zo ontzettend gaaf. Die tekeningen die zijn zo mooi. Kijk, hier lijkt het wel of ze een beetje even groot zijn. Maar hier zie je toch alweer verschil. Kijk, en Kwammenoot staat natuurlijk al iets door zijn benen heen. Een beetje geknikt, zeg maar. Dus niet helemaal recht. Kijk, en hier heb je weer zo'n indruk van... Ja, ze zijn een beetje even groot. Dus langzaam, vind ik wel, is... onze grote vriend. Ik moet ze natuurlijk niet door elkaar gaan halen. Allemaal. Het is echt een rommeltje aan boeken hier zo hoor. Maar we zijn er bijna. Want dit is eventjes nummer 10. Het Masker der Stilte. Met een extra verhaaltje de Superquick erin. Kijk, en hier merk je toch wel... Dat ze steeds een beetje even hoog zijn. Ik heb wel een beetje zoiets van, oké, het lijkt er toch wel op dat we hier op het punt komen dat ze eigenlijk wel een beetje even groot zijn. Nou, en dan heb ik hier als laatste album eventjes De Gorilla Heeft Het Gedaan. En oké, Kwammenoot heeft hier dat gorilla pak aan. Maar dan nog steeds, als ze gaan staan. Kijk, en nou zie je eigenlijk wel dat ze redelijk gelijk zijn. Kwammenoot blijft altijd wel een klein beetje groter. Even kijken of we nog een voorbeeldje hebben. Eigenlijk niet, want we hebben hier vooral even de Marsupilami. Kijk maar hier wel weer eventjes. Dat zijn dan toch wel een klein beetje de voorbeelden. Van dat ze gewoon eigenlijk vanaf dit moment even groot zijn. Dus eigenlijk een beetje, ja, ik zou bijna zeggen vanaf deze albums. Want in het voorgaande album, Schuilhol van het Zeemonster, daar zie je nog wel wat verschil. Maar eigenlijk deze periode, album nummer 10, het Masker van de Stilte. Masker der Stilte. En 11, De Gorilla Heeft Het Gedaan. Dat is eigenlijk wel het punt dat... ze ongeveer even groot zijn. Kwammenoot is altijd wel een tikje groter. Maar het verschil zoals dat in de jaren 70 was... dat is toch echt helemaal weg. Dus ja, ik vind het jammer. Aan de andere kant, ze hebben wel een wat modernere look gekregen. En ik stoor me er zelf niet aan, dus... Nou, John, ik hoop dat ik bij deze jouw vraag beantwoord heb. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om heel eventjes zo eens even door die albums heen te gaan. En dat verschil in lengtes even te bekijken. Heb jij ook een vraag naar aanleiding van een vlog of naar aanleiding van een strip die je gelezen hebt. Waarvan je denkt van, goh, dat vind ik wel interessant. Stel die gerust in de comments. Je weet me nooit dat ik denk van, goh, dat vind ik ook een leuke vraag. En wie weet maak ik daar wel een video over. Zeker als het natuurlijk even gaat over Robin Hood. Die hebben zeker mijn voorkeur. Maar weet je... wie niet waagt, wie niet wint, zou ik zeggen. Dus probeer het en wie weet ga ik jouw vraag nog wel een keer in een vlog behandelen. Nou, bedankt voor het kijken zover en tot de volgende video!